Contactcafé. We zitten weer bij elkaar met hele leuke gasten vanavond. Mensen van het Hof van Liesent. Niet van Lieshout, maar Liesent natuurlijk. Dat is wel heel leuk. Jos Becks, onze gasten. Wil ik even voorstellen. Jos Becks, Henk Verbakel, Louis Dominic. En hier het mooiste vrouwke van Lieshout, zei ze net. Nelly de Groot. Nelly, heel bekend jij al, denk ik. In deze omgeving, hè? Want ik heb jou wel vaker gehoord, denk ik, op de radio en ja, zo. Ja, de radioverhaaltjes, dialect en zo. Dat is ook heemkunde, hè? Ja, dat is ook heemkunde, hè? Daar worden vaak over verhalen. Jos, we gaan gewoon maar even met jou beginnen, want ik heb net gehoord dat je een van de nestors bent van de club. Maar hoe is het allemaal begonnen? Ja, eigenlijk zoals elke club, denk ik, begint in de café. Ja. Bij Brox toen de tijd. En, dat is eigenlijk al historie, hè? Ja, dat is historie, ja. Ja. Er waren enkele mensen die vonden dat nodig, omdat er in de omliggende dorpen waren ook heemkundekringen die ook al 10 jaar en 20 jaar bestonden. En er moest dan ook iets aan, Lieshout moest er ook aan beginnen. En die mensen hebben de koppen bij elkaar gestoken en die hebben een vergadering belegd. En die hebben daar de uiteenzetting gegeven van wat zij ermee bedoelden. En dat ook Lieshout dus nodig was om die historie te bewaren, want dat is eigenlijk de doelstelling van een heemkundekring. Hmm. Die mensen hebben zelf niet het voortouw genomen. Die hebben gezegd van, zijn er kandidaten om in een oprichtingsbestuur te gaan zitten. Dan kunnen we vandaag al meteen eigenlijk spijkers met kop slaan. Nou ja, ik ben zo iemand. En ik heb mijn eigen toen opgegeven en nog een enkele meer. En we hadden diezelfde avond hadden we een oprichtingsbestuur. En zo is het gewoon gelopen. Ja, ja. Ja. Wanneer, in welk jaar is dat geweest? Oh, 83 volgens mij. 82. 20 september 82 ja. Is de oprichtingsdatum officieel. Dus dat is al bijna 40 jaar. Ja. En het heeft heel snel gegaan. Want we hadden de smaak goed te pakken en we hadden omliggende kringen die dikwijls waren geweest. Want als er geen kring in het dorp is, dan ga je... Wij gingen dikwijls naar Aal-Rikstel. Die bestonden al lang? Ja, die bestonden al en die hadden goede lezingen en er ging veel Lieshouts volk naartoe. Ja, ja. Ja, ja. En we hebben een heel goede start gehad. Bij het eerste Lustrum hadden we al een tentoonstelling en we hadden al een tour door Lieshout met de Malle Jan, met een zware boom eronder door. Waar is de Malle Jan? Ja, de Malle Jan is gewoon een onderstel van een kar, hoogwielen, ja. IJzeren band eromheen. En die is een beetje onkant. Die Malle Jan die gaat eerst met zijn brug naar beneden. Dan doet die voerman die boom aan die kruk hangen. En dan trekt de paard, die trekt die balk omhoog, die trekbalk, en dan komt die kruk omhoog. Dat is gewoon een hefboom. Ja, ja. En dan komt die boom van de grond af. Okay. En dan hangt hij voor van de grond af, voor sleept hij nog wel over de grond. Maar achter hangt hij gewoon zo zijn heen van heen. En die hadden we ook nog in de geschat, en die toen. Ja. En veel leden waren toen verkleed in de tijd van rond 1900. En het eerste Lustrum. Ja, ja. Maar hoe komen die mensen aan die kleden dan? Want ja, die waren... Dan nou praten we toch tussen... Ja, er waren de zus van de Laar, die hadden kisten vol van het materiaal. Ja? Ja, ja, mooi. Henk, ja, en hoe ben ik erbij betrokken? Dat sluit goed aan wat Jos zegt. Ik ben eigenlijk al lang lid geweest van de Heemkundekring. Niet vanaf het begin, want ik woonde ergens anders. En toen ik weer in Mariegoud kwam wonen, in 1972, ben ik wel lid geworden. Ja, ja. En eigenlijk ben ik actief geworden in de Heem in 1994, want toen was 50 jaar bestaan van van de bevrijding. Hè? Bevrijding. Dat was het bevrijdingsfeest. En dan moest van alles gebeuren. Er moest een boek geschreven worden, alle mensen moesten uitgenodigd worden, er moest alles georganiseerd worden. En dat had Jos eigenlijk gedaan. En toen vroeg Jos op een gegeven moment, zeg, kun jij dat niet doen? Nou, en toen heb ik dat gedaan en dat heb ik geweten. Ja. Want dat was een ontzettend hoop werk, want ik heb overal mensen gezocht in Amerika, in Engeland, in gewoon dan. Ja, maar oud soldaten of zo? Of? Ja, soldaten, of familieleden van gesneuvelden. Okay. En dat was een hele kwaai. En vooral dat boek was een hele kwaai.
Want ja, de ene beweert dat iets gebeurd is zo, en de ander zegt zo. Ja. En nou is het probleem van hoe schrijf je dat op in de boek? Ja. En dat hebben we dan gedaan met men vermoedt, of naar alle waarschijnlijkheid of zo. In die zin hebben we dus dat boek en dat is Lieshout buiten schot geworden. Oké. Ja. Maar ik ben eigenlijk ook eigenlijk tegelijkertijd ook nog voorzitter geworden van, van het hele verhaal, van de hele Heemkundekring. En dat heb ik 12,5 jaar gedaan. En toen had ik er toch wel, denk ik, voor het genoeg van, denk ik. Hmm. En toen heeft iemand anders het overgenomen. Maar in die tijd zijn we ook heel actief geweest, op allerlei manieren. Ja. Met tentoonstellingen, met gewoon met expositie, ook gewoon in het dorpshuis. Want we zaten toen in het dorpshuis op een gegeven moment. Ja. En daar hebben we ook allerlei exposities geregeld en zo. Ja, mooi. En zo zijn we er eigenlijk ingehold. Ja. En dan ik ben nog 60. Onze nieuwe voorzitter, zeg maar. Ik zeg wel onze nieuwe voorzitter, maar de nieuwe voorzitter. Hè? Of de huidige voorzitter. Ook alweer enkele jaren. Ja, ja. Maar hoe ben ik eigenlijk... hoe kwam jij aan de passie om bij de Heemkamer... Niet uit begeerte, dat klinkt wat raar om te zeggen. Ik ben gevraagd, want als je het hebt over mijn interesse in erfgoed... Die is vanaf 1993 aangewakkerd door de huidige erehoofdman van het Sint-Servatiusgilde, Toon Gevers. Die vroeg mij destijds of ik voorzitter van een bouwcommissie wilde worden voor de bouw van de Sint-Servatiuskapel. Dat is dan een stichting uiteindelijk geworden. En uit die tijd en de jaren erna stamt mijn interesse naar erfgoed. Tot het moment dat er bij mij gebeld werd in de voordeur en Henny Bevers stond. Die wilde even met mij praten. Ja, dat hebben in die 42 jaar lang... dat ik bij de politie gewerkt al zoveel mensen tegen mij gezegd, kan ik even met je praten, dus ik vermoed er dan niets van. En Henny die vroeg dus plomp verloren, heb jij zin om voorzitter te worden in de Heemkundekring? Ja, ze bracht het net of ze wilde zeggen, ja slecht nieuws, kunnen maar meteen uitvallen, hè, zeg maar. Ik zeg geen ja, ik zeg geen nee. Ik zeg, ik heb wat met erfgoed, dat mag duidelijk zijn, maar ik wil me wel eerst oriënteren. Want één ding... Dat klinkt wat verwaand, maar ik vind als je het doet als vrijwilligerswerk, moet het wel leuk vinden. Dus ik ben eerst met bestuur kennis gaan maken en ik vond dat er een klik zat. En vanaf dat moment mocht ik mijn voorzitter doen. En het leuke was, de leden vonden dat ook, want uiteindelijk zit je met het mandaat van je leden, hè, dat je bestuur mag invullen. Ja, en dan wordt er met een hamer getimmerd en voor de eigenheid krijg je een mooie titel en die noemen we voorzitter. Ja, ja. Ja. Leuk om te doen? Heel leuk. Ja, ja je moet het wel... Maar dat is, je moet er wel voor in de wieg gelegd zijn. Stuur met dirigeren. Hoeveel tijd ben er in kwijt, Levi? Zo in, elke week, elke dag? Nou, nu zeg ik dat niet, want ik weet niet of mijn vrouw straks gaat kijken. Maar ik zal het wel weten. Maar ontzettend veel. Ja, ja. Kijk, normaliter is de kwestie, toen ik begon, speelde dat meteen dat we heel graag een heemhuis wilden. Dus daar ging heel veel tijd in zitten. En ondertussen hebben we dat ook zelf met het akkoord van de leden hebben we dat kunnen verwerpen. Moet ik zeggen, sinds we dat hebben weten te realiseren met z'n allen, hier ook echt dat er een flinke boost in die vereniging zit. Ja, ja. Aantal leden groeit ook fors. Ja, ja. Hoeveel leden hebben we vandaag de dag? Ik denk dat we aan de 260 zitten. Ja, 260. Zo, dat is echt heel hard gegaan de laatste tijd. En waar ben je nou gehuisvest dan? We zitten op de Dorpstraat, nummertje 13 in Lieshout. Voorheen heeft daar een bakker gezeten. En bij toeval zijn we daar terecht gekomen. Het was Wikken en Wegen. We hadden een aparte werkgroep opgericht om alles in kaart te brengen. Er was al vele jaren actie ondernomen om tot een heemhuis te komen. Dus we hebben alles in kaart gebracht, gewikt, gewogen en gezegd, dit kwam op ons pad. Nou, het was haalbaar, ook met het spaarvarken. En we zijn naar de leden gegaan, we hebben het verhaal verteld. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit in een kwartiertijd zoveel geld uit mogen geven. Ze vonden het goed. Ja, ja. En hoe voelt het? Nou, buitengewoon, laat ons wel wezen, we konden het, dat is ook een verdienste geweest van de Stichting van de Vrienden, de sympathiek binnen je vereniging, van heel veel mensen, dat je dat met elkaar hebt kunnen realiseren, daar mag je ook blij om zijn, want volgens mij, en ik kijk de heer aan de andere kant ook aan, en Nelly hier, zijn wij uniek in Brabant met een eigen heemhuis. De enige, hè? Enige in Brabant, met een heemhuis aan zichzelf, zonder schuld. Kijk. En daar hebben wij veel plezier van. Daar kennen we best trots op zin. Daar zijn we ook trots op. En als je gaat kijken hoe mensen dat ook invullen, de vrijwilligers die je weet aan te trekken, de sympathie die we steeds meer bereiken, dat zie je ook wel aan het aantal mensen dat lid wordt. Ja, dat is mooi. Kan iedereen bij jullie elk moment van de dag binnen? Of, In principe, als je morgen familie uit Canada krijgt, dan hoef je niet naar onze openingstijden te kijken. Want in principe zijn wij dinsdagavond geopend en de woensdagmorgen en waar mogelijk ook de woensdagmiddag. Maar als je ad hoc wat wil,
wij leven op een dorp, daar zijn we trots op. Ja. Dan bel jij en de deur gaat open bij ons. Nou ja, er zijn meerdere mensen met een sleutel en de deur open. Kijk, ik heb gezien naar Canada bijvoorbeeld, hè, maar goed, we hebben daar nog een stuk over bevrijding natuurlijk. Heb je dan veel vraag daarna? Komen veel mensen vanuit het Engeland, hoorde ik jou al zeggen straks. En Canada, ja, die komen niet, maar die daar hebben we correspondentie mee. Hè? Ja, ja. Want die zijn voor het oud. Bijvoorbeeld een van degenen die in Rierhout begraven ligt, die is 94. En die is helemaal voor het echt een beetje dement aan het worden. Ja, ja. Dat is een enige zus van degene die daar begraven is, van Kroonten. En die heeft met haar dochter besloten om alle stukken die er nog in bij hun in huis zijn, van die Kroonten, van die Jack Kroonten, aan mij te geven, omdat ik dan die correspondentie heb, maar natuurlijk voor de heem. Okay. En die heb ik bij me, dat is een hele map met onderscheidingen, met van alles en nog wat. Ja, ja, ja. Oh, dat is wel leuk. Met de 50ste herdenking hadden we nog 3 veteranen. Hè? Ja. En nou zijn er wel uitnodigingen weg, voor familieleden in Engeland en in Canada, maar onze vertegenwoordiger ervan, die heeft een mail gestuurd. Ik zie hen niet de kans dat je dadelijk nog familieleden hebt van die gevallen. Ja, dus ja, want die zo dunnetjes en zo minnetjes. Ja, die familieleden zijn eigenlijk ook alweer allemaal op leeftijd. Ja, nee. Ja, ja, zeker. Ja, en dus, is de binding dan nog zo? Nee, die is dan niet meer zo. Nee, nee, want dat valt ook tegen. Dat verwaarde. In Engeland, ik ben zo dikwijls bij die weduwe geweest van die ene vlieger. Die zegt, Jos, ik kan het niet begrijpen dat bij jullie nog zo leeft. Hier is het afgelopen. Ja, hier praat niemand. Elke familie heeft zijn eigen slachtoffers gehad. Ja, ja. Er is geen familie in Engeland of er is iemand gesneuveld. Hmm. Er wordt niet meer overgepraat, het boek is gesloten. Maar dat jullie daar nog zo overeind snappen wij niks maar, van. Maar hebben die mensen op dezelfde manier, denk ik, de oorlog meegemaakt als... Als wij hier? Nee, denk op een heel andere manier. Hè. Een beetje op een afstand. Ze hebben wel broers of zonen en zo aangeleverd. Die ook eventueel niet teruggekomen zijn. Ja, ja. En dat geldt voor die twee die in Rierhout begraven liggen ook. Die ene, die Strijd, die familie. Daar hadden we de grootste moeite mee om die adressen te zoeken destijds. In 1994, in 50 jaar. En uiteindelijk is dat wel gelukt. En die hebben gevraagd. Nou, het kost ontzettend veel moeite om daar iemand van hier naartoe te krijgen. Ja, ja. Van die Kroonten, die enige zus, die nou 94 is al ondertussen, die wel, die kwam. Ja. En die zijn ook alle 2 jaar gekomen en dat is natuurlijk prima gegaan, maar die Strijd heeft nooit nog iets van haar laten horen. Nee. Maar dat zijn dan Engelsen, hè? Maar de Schotten zijn nog anders. Ja, vertel eens. Die Schotse vrouw, die hadden we dus uitgenodigd met de 50 jaar. En ze schrijft prompt, ik kom niet. Waarom kom jij dan niet? Ja, ik kon niet betalen. Oh, ja. Daar heb ik gezorgd voor een sponsor. Voor 2 personen, vliegreis, Edinburgh, Amsterdam. En voor de verdere rest hoefde die sponsor niks te betalen. Ze kwam bij ons op de boerderij met z'n 2. Ja, kost een inwoning gratis? Niet doen. Niet? Nee. Principieel, mijn pa zegt, als je iets niet kunt betalen, dan moet je het laten liggen. Oké. Okay. Oh, dank je. Ja. En toen kwam het, waarom komt zij nou niet? Zij komt niet omdat zij haar man, die is dus gesneuveld bij ons achter de boerderij. Ja. En die komt er pas achter dat haar man is overleden daar. En daar komt ze pas achter via het Rode Kruis, niet door de Royal Air Force. Okay. En dat heeft zij zo weinig geteld. Ja. En toen heeft zij het War Pension. Hmm. Van de Royal Air Force, wat veel hoger waarde van het government, dat heeft zij niet gepakt. Nee, nee, ook principe. Zo boos. Ja. En terwijl dat er elke om de 5 jaar zat er een bezoek aan het graf bij. Nooit in al die 53 jaar is zij nooit daar geweest. Nee. Maar ik heb ze toch een leasehout gekregen. Hoe dan? Ben ze weer zalig? Dat zal ik eens zeggen. Nee, dat zal ik zeggen. Op een gegeven moment nodigen ze weer uit. We zijn er geweest en we hebben ze weer uitgenodigd. Een jaar daarna schrijft ze van, ik kom Jos. En ik heb niet gevraagd waarom en hoe dat ik het nou in elkaar geschroefd heb en gesleuteld heb. Dat maakt me niet uit. Maar toen ze thuis was bij ons, toen heb ik het rol over gewist. En toen zegt ze van, ik moet eerlijk zeggen Jos, ik heb het geld geleend van mijn zoon.
En we hebben het war pension toch aangevraagd, zei ze. Oh, toch? Nou ja. Nee, dan was de behoefte dan waarschijnlijk toch groter dan... Zij krijgt het pensioen dan weer van de Royal Air Force, wat dus hoog is, en dan betaalt ze de zoon weer terug. Ja, ja, ja. Ik zei, dus niemand anders nodig had. Nee, maar ze is dan wel met jou naar de plek geweest, neem ik aan. Ja, dat was emotioneel. Ja, dat heb je toen. Na 53 jaar. Helemaal te gek. Heel apart, hè? Heel apart. Dat is wel mooi als je hoort. Ze is zo'n vrolijke vrouw, 9 maanden getrouwd. En hij dood. Wat vind ik? Je moet er niet aan denken eigenlijk, hè? Nee. Vandaag de dag. Maar dat was gewoon, hè? Ja. Al die bij de luchtmacht gingen, die trouwden. Ja. Want ze wisten dat ze... Ja, de kans groot was van ze komen niet meer terug. En lieten ze geen meisje achter dat niet verzorgd. Dat ze niet konden... Ja, mooi. Ja. Nelly, en jij, hoe ben jij bij de club? Ik ben eigenlijk lid geworden toen ze 5 jaar bestonden. Jos vertelde al, toen hadden we een tentoonstelling. En toen was Cor Peters, zat toen ook in de studio. Ja, die zat ook in de studio. En die, ik had een typemachine. Nou, en dat was toen denk ik nog zo'n beetje een unicum. Ik moest van die kaartjes typen die bij de voorwerpen op de tentoonstelling kwamen liggen. Daar was het eigenlijk voor bedoeld. En nou, blijkbaar had ik dat dus netjes gedaan. Maar toen kwamen ze vragen, wij hebben dus nou een ledenblad, dat heette Courier of zoiets. Er was zomaar een los blaadje dat uitkwam voor een lezing. En toen zeiden ze, wij zitten al lang met de gedachte om een keer een boekje uit te brengen. Elke maand of 1 keer in de 2 maanden. Maar we moeten wel iemand hebben die dat typt. En toen kreeg ik dus een gratis lidmaatschap voor 1 jaar aangeboden. Ja, dat was toch als ik dus het typewerk ging doen voor het ledenblad. Ja. En ik moet zeggen, dat doe ik nou nog steeds. Ja. Nou, al die jaren. Met dezelfde typesietje? Niet meer met hetzelfde typesietje. Nee, maar wel een beetje veranderd. Dan. Ondertussen zijn we wel een beetje veranderd. Maar ik ben dus met 5 jaar bestaan, ben ik dus lid geworden. Ja, ja. Ja. Dat blaadje heet ook Den Effer, hè? Den Effer. Ja, maar waarom heet dat Den Effer? Ja, dat is een voorloper van de klomp een klomp te maken. Dat is een soort schroef. Een draaischroef. Ja, ik heb al eens de binnenkant uitschroef. Dat ze de binnenkant eruit halen. Ja, en dan kon er dat machine in en die begon te skillen. Ja. Den Effer. Ja. Dat blaadje, dat was dus bedoeld om die lezing aan te kondigen. En een beetje erover te vertellen, dus het voorwerk te maken. Ja. Dus in die zin was dat eigenlijk hetzelfde als het voorwerk van die klont maken, dat was het voorwerk voor die lezing. Hey, en dan maak jij, tegenwoordig noemen ze dat een flyer of zo, denk ik, look-alike, als voorwerk voor. Dus wij maken gewoon in een. Nee, maar toen, hè, dan zegt hij toch maar voorwerk. Ja, toen stelde die zoveel voor. Voor die Never. Ja. Nee, maar dan gezegd, daar was een blaadje en daar zetten we een beetje in voor de lezing die dan ging komen. Ja, maar toen gingen we dus af van dat losse blaadje. Toen werd het dus een echt boekje. Zo'n A5-formaat van zo'n 30-40 pagina's. Ja, en toen kwamen er ook artikelen in. Hè? En toen kwamen er artikelen in, mensen gingen schrijven. Ja. We vonden iemand die ging interviews doen. Dat was Nelly Verkuijlen, die ging bij de mensen interviewen en dat doen we tot op heden nog steeds. Dat is dus ook een heel groot succes. Ik hoor altijd van mensen, dan valt een effer bij mij in de bus. En het eerste wat ik doe, dat is kijken wie daar nou het interview is. Ja. En dan gaan ze dan eerst lezen. En mensen die vertellen vanavond tot kort van alles over hun leven. Ja. Privacy, daar is dan even niet aan de orde. En dus daar zijn we toen mee begonnen. En we hebben dus nog steeds na al die jaren, dus dan eigenlijk al 37 jaar, denk ik. Ja, denk het nog steeds een Effer. Nee, 5 jaar eraf, dan de eerste 5 jaar hadden we geen Effer. Ja, precies. Ja, dus zolang hebben wij al die Effer met die interviews met mensen. En daar is eigenlijk een schat aan informatie. Als je daarna gaat kijken, de meeste mensen die ooit geïnterviewd zijn, die zijn al lang overleden. Ja. Maar een schat van informatie, wat die mensen gedaan hebben voor werk, waar ze gewoond hebben. Ja. Noem maar op. Dus Maar daar was dan regelmatig ook een samenvatting van gemaakt, hè? In gesprek met, hè? Dat zijn al 3 boeken ondertussen. Ja, 4. Of 4 boeken. Okay. Hebben die interviews hebben gebundeld. Dus altijd nog. In een boek. En dus tot op heden zijn er dus al 4 boeken geweest. Ja. Van, ik denk ongeveer 35, 36 interviews. Maar dat is wel heel mooi. Dat is heel mooi. Maar er hadden dus een schat aan, zeg maar, verhalen van toen tot eigenlijk vandaag de dag. Ja, tot vandaag de dag. Maar die interviews, meestal met mensen op leeftijd. Ja, liefst wel. Gewoon met een beetje ervaring die kunnen praten over vroeger. Mensen die ze vertellen hebben. En autochtoon zijn meestal, dus een beetje uit het dorp komen. Die dus al best lang in de stad wonen, geboren en getogen. En er een beetje weten van toen.
Ja, dat is natuurlijk wel... En dan valt wel op, de mannen die hebben eigenlijk meer te vertellen dan vrouwen. Want vrouwen die stonden aan de aanrecht en die werkten niet. Ja. En de mannen die hadden meestal een baan en soms een interessante baan. Ja. Leuk werk. Is dat intussen veranderd? Ja, die zijn nog niet zo oud, die vrouwen die ook... Nee, maar ik wou zeggen... Nee, maar dat komt ongetwijfeld, ja. Dat komt ook wel. Er zijn ook wel vrouwen die 12 kinderen hebben, die kunnen ook, die kunnen ook wel eens vragen van hoe hebben dat allemaal gered, hè? Ja. Eén loontje, hè, want nou werkt het allemaal allebei en dan komen ze nog geld tekort. Maar toen hadden 10, 12 kinderen en dan was er één nog die werkte. Ja. En daar moest het mee doen, hè? Daar moest het mee doen. Krijg je dan ook veel informatie zomaar? Gewoon, ik hoorde jou net vertellen... vanuit Canada, Engeland, mensen die waar spullen toe, maar gewoon uit de regio hier bijvoorbeeld, Nelly? Ja, dat gebeurt toch wel eens ooit hoor, voor een artikel of zo, als je ergens mee bezig bent. Een voorbeeld, dat is al lang geleden, heb ik een verhaal geschreven over de Franse hut. Nou, dat zegt niemand nog iets over een Franse hut, maar dat was een jachthut van de combinatie, van de Lieshoutse combinatie samen met Vlamingen, niet Fransen, maar Vlaamse jagers die uitgenodigd waren. Die stond bij ons achter in het Merven. Ja. En daar moest dan iets over geschreven worden, of daar wilde ik iets over schrijven. Dat is een rond ding van beton, zag er niet uit. De koeien die hadden alles kapot gebakken en dat was één grote troep. Maar dat werd dus een artikel. Maar, nou kun je van alles vinden, maar... tegenwoordig wordt het heel makkelijk, maar toen nog niet. En er is een uitzoekerij geweest van hier te beginnen. Ja. En uiteindelijk heb ik mensen gevonden die daar ook nog iets van wisten. Okay. Uit Mariehout. En ook wanneer het gebouwd was en wie eigenlijk de verantwoordelijkheid was. En hoe die mensen heette daar in Vlaanderen, die dan Frans sprak en in Mariehout ook kwam jagen, op één dan. Ja, en dat was dat is een van de voorbeelden, maar je zoekt je rot als je iets aan gaat, het is niet, het komt zo maar niet aan. Maar is dat een beetje als een speld in een hooiberg, als je gaat zoeken? Ja. Nou, of tegenwoordig mee, veel minder. Wel een leentje, denk je kent de weg zo langzamerhand in archieven en zo, en ook op een computer, digitale computer. Ja, net. Ja. Tegenwoordig is Delver bijvoorbeeld een heel makkelijk, een site, zou ik maar zeggen, op een computer. Ja. En je zoekt iets op. Als jij de krant wil van... Jouw geboorte, dag. Heel niet moeilijk. Ja. Die heb ik binnen 5 minuten heb ik die. Ja. Ja. Ik heb pas nog gelezen, moet ik zeggen. Oh, nee. Maar nou, een krantje dan trouwens. Maar dan niet zaak. Maar als je geduld hebt, hè, als je iets aan het schrijven bent hè, en iets aan het onderzoeken, als je geduld hebt, dan valt het nog dikwijls in het mandje hoor. Ja, uiteindelijk. Als je doorschrijft en door, en je laat alle van die hapjes liggen. Mm. In een keer valt het in het mandje. Ja, ja. Ja. En daar heb ik zelf al tientallen keren meegemaakt. Ja, ja. Van allerlei want dan noemde je dan een schot in de roos. Ja, dan ben ze blij als een klein jong. Ja. Maar hoe is het nou om een boek te schrijven dan? Want ga je het dan... Als er geen computer waren geweest, dan had ik geen boek geschreven. Nee. Want iedereen kan een boek schrijven. Ja. Maar hoe ben ik er nou begonnen dan? Je moet toch ergens inspiratie hebben? Maar dat is gewoon de interesse. Als je heel breed interesse hebt, dan word je overal achteraan. Ja. Van de Knol ben ik achteraan gegaan. Ik ben achter die verongelukte jongens gegaan. En die andere, daar heb ik nog pas een lezing over gehouden. Als iets interesseert, dan blijf je aan de gang eigenlijk. Je bijt er weigen in. Ja. Dan komt het dikwijls toch goed. Ja, maar je bent nooit tevreden. Ik ben niet en ik ook niet. Maar als je het geschreven hebt, denk ik, oh, wacht even. Met die laatste lezing. Ja, toen hadden we een correspondent in Canada zitten en die maakte de hele zaak compleet. Ja. Ik kon die foto's in Engeland niet gevonden krijgen. En wij gewoon naar Engeland naar een show daar komen we mensen tegen. En daar praten we mee en zo en zo, dit en dat. En de schoonzoon die zet nog wat foto's op Facebook. Hmm. Twee weken erna krijgen we contact met de archivaris van het squadron in Canada. En die zit altijd in de kou, die man. Ja. En die schrijft van dat hij dus een archivaris is van de Canadese kant van het 158 squadron. Ja. En die heeft een bussel foto's gestuurd.
Ja. En dat valt dan in het mandje en dan kan, ja, ik dan laten zien hoe dat zit. Ja, maar dan zien we toch wel het heel mooi is dat we vandaag leven dan. Hè? Als we het hierover hebben van, want laten we reëel zijn, buiten het computertijdperk had het waarschijnlijk nooit bij elkaar gekregen, denk ik. Nee. Nee? Toch? Dan is er veel meer zoeken. Ja, dan was zoeken en beperkter, veel beperkter geweest. Ja. En je krijgt zeker twee keer in de week mensen die gaan kijken en dan de website en dan vinden ze een adres, een telefoonnummer, krijg ik een telefoontje van ik ben dit en dan aan het uitzoeken. Ja. Bijvoorbeeld die weg van Tongeren naar Lisa. Waarin Tongeren die... Dan wordt weer regelmaat twee, drie maanden en dan komt er weer iemand en die zegt ik wil de geschiedenis van die weg weten. Ja. Want die liep dus toen niet zoals de harde weg naar Gerbenau loopt, maar die liep dus zo, een beetje door de bossen. Luisteraan. En zo, hè. Er zijn mensen die ergens mee bezig zijn, die zijn dan aan het zoeken en dan gaan ze kijken. En soms zitten ze ook helemaal op het verkeerde spoor. Vorige week hadden we iemand en die zei, ik zoek iemand die was sluiswachter en hij heette Hagelaar en die woonde daar. Oh ja. Maar die man zat helemaal verkeerd, verkeerde dorp denk ik, want daar konden we ook niks van terugvinden. Nee. Maar ja, ik ken bij ons in de club zo ongeveer iedereen en als er dan vragen komen, dan denk ik, nou, dat weet hij wel of dat weet die wel. Okay, ja. En dan die vragen die worden meestal ook heel snel beantwoord. Ja, ja. En ze hebben goed fanatiek. Zo gaan de mensen weer tevreden. Ja, dat is waar. Ja, klopt. En nou de bevrijdingsfeest, hè, 75 jaar, daar ben ik jullie fanatiek mee aan de gang. Hè. En Louis, begin eigenlijk met de krant. Nou, want we hebben het nou over schrijven dan, zeg maar even. Het is al iets eerder. Ja, vertel. Kijk, anderhalf jaar geleden zijn we al beginnen om vooruit te kijken. Want je kent artikel 2 van je statuten van een heemkundekring. Dat je in de ruimste zin van het woord dat erfgoed wil dienen. Dus wij wisten al heel vroeg dat er 75 jaar bevrijding zat aan te komen. Ja. Dus met die werkgroep aan de slag. Heel kort even. Want maar je hebt een werkgroep samengesteld. En vanuit die werkgroep zijn wij naar de collega's gegaan. Bekendonk en Alen Riksel. En op onderdelen zaten wij zo meteen op één lijn. Dat we van daaruit de strategie ontwikkeld hebben. Wat gaan wij lokaal doen? En wat gaan wij gemeenschappelijk doen? Nou, twee dingen die eruit gekomen zijn die we gemeenschappelijk gaan doen. Dat is een lesprogramma voor de kinderen van groep 7 en 8. Daar is men op dit moment al volop mee aan het werken. Dat wil dus zeggen dat jullie, gezamenlijke heemkamers, als ik zo mag zeggen dan, die gaan dus het les verzorgen op school? Nee. Wij hebben twee docenten. Ik zeg met eerbied zo gek gekregen, dat die met materiaal wat wij aangeleverd hebben vanuit de heemkundekringen, hebben die een lesprogramma samengesteld op drie hoofddelen. Dus Wereldoorlog 2, het tweede deel is Market Garden en het derde deel inzoomen op zeg maar de lokale geschiedenis. Ja, ja. En dat is heel oppervlakkig, want iedere oude kern die kent zijn eigen geschiedenis rondom de oorlog en rondom de bevrijding. Ja. Want natuurlijk, ik zeg het met eerbied, Lieshout buiten schot. Maar als je echt gaat inzoomen, is er natuurlijk wel wat gebeurd. Hè? Mensen zijn 52 maanden lang de vrijheid kwijt geweest. Er zijn toch mensen gesneuveld. Er zijn allerlei voorvallen zijn er geweest. En dat heeft ook gemond in het tweede gemeenschappelijke project. Naast dat lesprogramma, dat was de Bevrijdingskrant. Ja. Die dus binnenkort het levenslicht gaat zien. Ja, ja. Het overhandigen van het eerste exemplaar aan de burgemeester. Kijk, dat is mooi. Wanneer gaat het gebeuren? Dinsdag 10 september, s'middags om 16:30. Oh ja. En dan wordt op het gemeentehuis, neem ik aan, de eerste krant. In de raadzaal. Ja. In de raadzaal. En daar ben ik jullie helemaal bij. Heb je ook een bijdrage dan, Jos, aan de krant? Weet ik niet. Ik ze zullen wel geciteerd hebben uit het boek en daar ben ik al best tevreden mee. Ja, ja. Want buiten Schot, is, ik zal het nog een keer verduidelijken, want er is een verkeerde opvatting van. Ja. Het boek is tot stand gekomen op mijn initiatief. Okay. En ze zeggen dat ik het geschreven heb, maar dat is niet waar. Oh, oké. Okay. Nee. De Willy van Os gedaan. Die was toen de tijd voorzitter, geloof ik. Ja. Ja, dat was je toen. En dat, maar het is wel... Ja, maar jij hebt alles verzameld, zeg maar. Ja, we hebben heel veel interviews gehouden. Ik denk wel 25 of 30. En die hebben we gebundeld. Ja. Moesten wel drie dezelfde strekkingen hebben. Ja, dat was een we publiceren niet elke keer van iemand die toch een beetje zweverig begon te worden. Nee, ze moesten drie keer hetzelfde verhaal vertellen, dan kwam het pas in. Ja. Want ze gaan fantaseren, hè? Ja, wel. Ja, ze gaan fantaseren. Ja. En dat gebeurt. Dat is nou ook. Zitten jullie nou ook te fantaseren, toch niet, neem ik aan? Nee. Dus ik kan niet meer zeggen als wat er in het boek staat. Dat boek dat hoeft ook helemaal niet meer herschreven te worden of helemaal niks, want er komt niks meer boven water. Nee.
En al onze geïnterviewden zijn bijna allemaal dood. Nou ja, natuurlijk. Ja, en dan, ja, we hebben toen toch doorgezet hoe weinig dat er dan ook gebeurd is. Maar dat er gebeurd is, dat ligt toch mooi vast. Ja. 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 Dat is geschiedenis. Dat is de doelstelling van de heemkundekring. Ja. Ja, ja. Zoiets. Ja. Ja. En daar zijn we altijd nog blij mee. En daar kunnen we nog altijd uit putten. Ja. Tuurlijk. Dat wordt regelmatig En na jullie nog veel generatie, toch? Ja. Oh ja, nou, mag je wel lopen. Ja. Dat de geschiedenis bewaard blijft. Ja, ja, die schout is ook buitenschot gebleven. Ja. Er is maar zo'n bevrijdingskrant, Louis, hoe komt die tot stand dan? Jij zegt, we hebben een commissiekrant, we hebben overlegd met de omgeving, maar ja, er moet toch tekst in. Vanuit die werkgroep is een aparte redactieraad gekomen, samen met de Lange Vondelbeek en Donk en Bartel van Hezel aan de Riksel. En dan ga je eerst met de stofkam, wat willen we realiseren, hoe groot moet zo'n krant worden. En daar begin je al mee. Nou, het eind van het liedje was dat hij bijna twee keer zo dik is geworden. Ja, maar waar moet ik daarbij indenken? Gewoon een lookalike de kranten die wij in de brievenbus krijgen? Ja, daar moet je van uitgaan. Ja, ja, oké. En we zijn ook uitgegaan van de intentie om er een bewaarkrant van te maken. Oh, dat is mooi, ja. We hebben niet de illusie alle Laarbekers even enthousiast over zullen zijn, verder van dat. Maar ik heb ondertussen al interesse uit Canada. Een zevental mensen die komen binnenkort op visite in Lieshout. En die hebben zich al aanbevolen gehouden van een exemplaar. Ja, 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 ja. En ik ben ervan overtuigd dat het gaat zo meteen helemaal spelen. We hebben als heemkundekringen ook een fors aantal kranten extra laten afdrukken om ook in die behoefte te voorzien. Ja, dat is wel heel mooi. En nogmaals, het enthousiasme was er wel, maar ik moet ook zeggen, en dat wil ik nadrukkelijk ook op het voetlicht brengen, vanaf dag 1, toen wij als voorzitters zijn gaan praten op het gemeentehuis met de burgemeester, die was vanaf dag 1 enthousiast en daarna is het gaan rollen, alle medewerking in het huis van de ambtenaren. College en in finale ook wel belangrijk, de raad die er een klap op gegeven heeft op financiële fundamenten. Ja, 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 ja. Alle plannen. Ja, ja, want hoeveel kranten komen er nou? Hoe werden laten drukken? Voor Laarbeek breed, hè? Ja, ja. Dus een mooie Laarbeek-krant wordt bezorgd. Ja, dus daar zijn er heel veel. Dus, plus extra. Rond 12 september komt hij bij iedereen Laarbeek breed in de brug. Ja, ja. Oké. Elk huis. Ieder huis, ja. Ja, net. En die wordt met een mooie Laarbeek-krant bezorgd. Nee, leuk. Dus mensen hebben wel flink wel leesvoer dan. Hè? Dan kennen ze dus even terug in de tijd, hè? Ja. Ja, ja, mooi. En dan, dus op 12 september wordt hij bezorgd, zeg jij? Met de reguliere bezorgdagen van de mooie Laarbeek. Van mooie Laarbeek. Hebben we nog meer dingen die we gaan doen? In het kader het lesprogramma hebben we gezegd naar de groepen 7 en 8. We hebben dan de bevrijdingskrant. En dat is nog een eigen initiatief. Dat is ons monument wat we gaan onthullen met erop de namen van mensen die door oorlogshandelingen op het leven gekomen zijn. En je boft weer, want de geestelijk vader van het monument zit aan tafel. Dus, dus we draaien erom en dan is het van, hoe komt dat idee tot stand? Nou, ik heb net van de weduwe verteld. Ja. Ik heb al die verhalen van haar gehoord en van de familie en die vrienden en kennissen die ook allemaal verloren hebben. En dan komt er toch achter dat die man van haar, dat die toch eigenlijk wel iets bijzonders gedaan heeft. Want die is ingestapt in een bommenwerper terwijl hij die niet hoefde. Oh. En die is verongelukt. Ja, ja. Nou, en dan komt er bij die weduwe, de 50ste herdenking voorbij was, toen zijn we er gewoon naartoe gegaan, want ze kwam niet. En toen hebben we er uitvoerig over gesproken en toen kwam ik erachter dat het zo gelopen was. En dan komt zij bij ons en dan zie je hoe dat zij dus door op de plek waar dat je dus verongelukt is. Mm-hmm. En dan moesten ze vasthouden. Mm-hmm. En een dag erna zijn we pas naar het kerkhof gegaan, want dat kon zij niet in een keer behappen. Nee, dat neem ik direct aan. En toen kwamen we dus bij de graven in Eindhoven en ja, en toen gebeurde het weer een keer. En toen heb ik, toen heeft ze mij een opdracht gegeven dat ik dus elk jaar met die dag dat ze dus verongelukte, dat ik, ze stuurde 10 pond over. En dan moest ik speciale rozen kopen voor haar en dan moest ik naar de graven bijgelegen op die dag dat ze overleden was. Nou, dat heb ik lang gedaan, dat is dus gestopt toen zij doodging. En toen heb ik het overgeheveld naar de jeugd. De groep 8 van de Sprankel. Die doen dat nou voor tegenwoordig. Okay. Maar als je er zo lang mee bezig bent,
dan denkt er bij wijgen, ja, potverdorie. Die liggen door in Eindhoven. Ja, want waarom zijn die in Eindhoven begraven? Ja, die zijn door verongelukt en die zijn gewoon daar naartoe gebracht en daar begraven. Oké. Al was dat regionaal zo? Al die in de omgeving liggen, behalve in Mariehout, die is speciaal. Maar die hebben in Eindhoven liggen er vele hoor. Nou ja, en Mierlo, hè? Ja. Maar hun liggen met vijven op elkaar in een collectief graf. Oké. Dus men weet niet wie erin ligt. Nee. Dus het heeft erop gegaan. En dan denk je bij Wijgen, ja, die jongens die zijn Lieshout ingevlogen en daar verongelukt en ze zijn verdwenen en je ziet ze nergens meer. Nee. En toen is er bij mij het toch een groeien. Mm-hmm. Die moeten een keer naar Lieshout terugkomen. En daar komt nou dat gedenkteken van vanuit. Ja. Niet alleen voor die vijf jongens, nee. Maar ook voor die alle anderen. Ik ga niet helemaal alleen op de tour van die Engelse jongens. Maar je dan al die namen verzameld? Ja, die zijn er allemaal. Ja, okay. Ja, allemaal. De nummers en alles is oké. Dat is ook het vertrekpunt geweest van de namen die erop staan. We zijn als vertrekpunt ook genomen de namen die in het boek buiten schot vermeld staan. Hè. Ja. En ik moet toch nog even ding aanvullen, dan neemt Jos me niet kwalijk. We waren heel enthousiast, want Jos bracht dat in de werkgroep. En al debatteerend met elkaar vonden we wel één ding belangrijk. Herdenken, vooral blijven doen. Om nooit te vergeten ook. Hmm. Maar we wilden heel graag ook de koppeling naar de toekomst maken. Ja. De jeugd erbij betrekken. Ja. Dat is ook een reden dat we misschien wel op een onorthodox tijdstip, op een vrijdagmiddag, om 12:15 monumenten laten onthullen. Maar wel met de jeugd erbij. Ja. Exact. Denk ik dan. Ja. Ja. We hebben daar uitgebreide gesprekken over gevoerd met de directie. En we hebben daar zo'n fijn gevoel bij gekregen. Die komen daar naartoe met groepen 7-8. En zoals we nu de afspraken met elkaar gemaakt hebben, gaan wij kijken dat we jaarlijks op de vrijdagmiddag, het dichtste gelegen bij de bevrijdingsdag, 18 september, met de kinderen naar dat monument kunnen. En daar de koppeling op maken, terugkijken. Ja. Wat is er gebeurd? Vrijheid, wat is het ons waard? Ja. Hè? Ja, precies. Hey, en waar wordt het dan onthuld? Is het een beeld of hoe moet ik het zien? Nee. Ja, dat we zeggen niet precies wat het is. Maar dat moet je dan geheim houden. Het moet ook een beetje een verrassing zijn. En we hebben er geen professionele bij gehad. Helemaal niet. We hebben het samen gewoon bekoekstoofd, zoals we dat ooit zeggen. Ja. En de plaatsbepaling, daar hebben we het nog wel wat over moeten stoeien. Maar ik vind het een geweldige plaats. Is het ook? Ja, het is het. En daar is Prinsenhof. Oh ja, ja. Dan komt er met een grote boog binnen. Ja, zeg nou niet te veel, want dan... Ja, nee, want morgen zien ze ons toch bezig. Morgen staat aan de kant. Wij wouden per se niet langs de weg hebben in de Dorpstraat. Nee. En dan ben ik een aantal keren op en neer gereden. Ik zeg, er is geen betere plaats als achter die poort op dat grasveldje. Ja. Stadje, prachtig. Zit helemaal in de bescherming van die mensen die daar zitten. Ja. Ja. Ja, mooi. Helemaal, ja, we zijn er echt, hoewel dat er nog niks zichtbaar is, maar we zijn al wel enthousiast. Hou het maar een beetje geven, hè, want dat vind ik net, zijn al Lieshoutenaren daar de eerste keer. Nee, maar dat mag. Nee, oké. Okay. En dat is 13 september. Ja. Kwart over één. En dan gaan we nog even door, want een dag later, op zaterdag om 10 uur, gaat onze tentoonstelling. Ja, dat wordt nog steeds van de vergeten. Ja. En die wordt weer gedaan in jullie Heemhuis. Okay. En die gaat tot en met de 22 september. Ja, Twee weekenden. En doordeweekse dagen. Ja. Ja. Waarbij de bijzonderheid is, in het weekend zijn we geopend dan van 10 tot 5. Ja. En van maandag tot vrijdag. Smiddags van 2 tot 5, s'avonds van 7 tot 9. En we hebben alle voormiddagen vrijgehouden, dan komen de kinderen. Oké. En ik heb nu al 4 van de 5 dagen, maar er wordt ook de 5e ochtend ingevuld. Ja. Dan komen heel veel kinderen op. Maar de dan hebben jullie toch veel vrijwilligers nodig? Eigenlijk. Zonder vrijwilligers lukt het ook niet. Nee, dat weten we wel. Maar die hebben wij ook. Ah, kijk. Ja, die zijn er wel. Ja. Nou, nee, dat is wel mooi. Want als kunnen. Daar prijzen we ons heel gelukkig mee. Ja. Ja, het bestuur, maar vooral ook heel veel enthousiaste vrijwilligers. Ja. Hey, en dan hebben we nog iets speciaals op 4 oktober. Ja. De oudere Lieshoutenaren en Mariehoutenaren onder ons, die weten dat nog wel. Maar vroeger in het voormalige gemeentehuis lag, dat bedoel je. Ja. Lag een kleed op de grond. Ja. Ja.
Een van de initiatiefnemers destijds was burgemeester Van Hout, die volgens mij het idee ook weer van een aantal dames gekregen heeft. Maar hij is daarna wel de grote kartrekker geweest. Als je het hebt over het enthousiasmeren van de raad, ja, de centenzorgen, et cetera. Ja. Dat kleed is er ook gekomen. Ik denk dat er wel 80, 90 dames uit Lieshout Maria ja, altijd meegewerkt hebben. Ja, kleed van 8 bij 5 meter. Ja. Maar ja, bij het opheffen van de gemeente Lieshout is dat kleed aan een omzwerving begonnen. Ik denk op een vijftal plekken gelegen. Ja. Ik zal op 4 oktober nog wel iets meer van vertellen. En ten lange leste kwam het op de gemeentewerf terecht. En de gemeente wilde er eigenlijk wel vanaf. Dus die kwam bij ons terecht, bij de heemkundekring. Denk eens mee, weten jullie een mooie oplossing. Het toeval wilde dat in onze algemene ledenvergadering, een van onze leden, die vroeg er ook naar of het bestuur daar geen oplossing in wist om het een herbestemming te geven. En zo is het uiteindelijk gekomen. Ja. Dus, het is een kleed van 5 bij 8, hè, heb ik natuurlijk gekeken. Ja, maar het is een ontzettend groot. Is het nou nog 5 bij 8 dan? Nee, het is wel een gigantisch exemplaar. Nee, nee, we hebben contact gezocht met de gemeente. Wij denken dat we een oplossing hebben. Dankzij ook de beheerder, die heeft er geweldig in meegeholpen van het dorpshuis. Toen hebben we ook gezegd, we willen het wel adopteren onder een aantal voorwaarden. En een van de voorwaarden is van de gemeente was eigenaar. Wij willen het verkleinen, anders kunnen we het echt niet kwijt. En we zouden het toch ook wel prettig vinden. Nou. Als jullie kosten schoongemaakt wordt. En, kan ja, ja. En als we dan nog het bestuurlijk tintje dan geven in de vorm van een overdag. Want we willen wel een mooi PR-moment, want dat is ja, kleed. Ja. Want op zich is dat natuurlijk wel mooi. Maar hoe zag het kleed eruit, Louis, toen jullie het kregen? Smerig. Ja. Smerig. Maar was het ook kapot of zo? Of, nee, dat niet. Oké. Okay. Nee, dat niet. Maar ja. Maar ja, daar hebben we een raadsleden op gelopen, hè? Heeft van dat geldt ook, hè? Ja. Eigenlijk kon het ook niet vuil zijn. Want? Iedereen liep eromheen. Nee. Nou, toen het kleed er lag, juist worden de carnaval, die worden geopend op het gemeentehuis. Oh, ja. En toen lag het kleed en het konden we niet meer in. En, want we mogen niet over het kleed lopen, mogen het kleed niet vies maken. Nee, wat jammer, hè. Dat is dan een bier over mag doen, hè? Ja. Het was altijd hartstikke gezellig. Ja. Ik vond het wel een mooie bijdrage, toch wel goed om even te delen met elkaar, van de beheerder van het dorpshuis. Want ik kwam daar met hem over aan het praten. En uiteindelijk, het heeft gelegen, onder woorden van onze burgemeester te lenen, in het Huis van de Democratie destijds in Lieshout. En nu komt het toch weer terug in een huis waar heel veel mensen uit Lieshout en Maria samenkomen. Ik zou eerlijk gezegd samen met heel veel bestuursleden en anderen die erover meegedacht hebben, ook eigenlijk geen betere plek weten. Nee, net. Nee. Mooi. Nee. Jongens, we moeten wel laat, hé. Onze tijd zit erop, helaas. Ik doe even snel even kleine dingetjes even herhalen. Op 10 september, de bevrijdingskrant. Ja. Op 12 september wordt hij bezorgd bij iedereen. Ja. Of rond die datum in ieder geval. Dat kan iedereen lezen. Op 13 september onthulling van het monument op de mooiste plek van Lieshout. 12:15, waar ook al jeugd bij is. 14:09 gaat de tentoonstelling beginnen tot 22:09. S'morgens om 10 uur wordt hij geopend. S'morgens om 10 uur wordt hij geopend. Nou, en dat kleed is natuurlijk, op 4 oktober komt hij in het dorpshuis te hangen. Ja. En dan blijft hij levenslang hangen, denk ik, zolang het dorpshuis blijft bestaan. Lieve mensen, mag ik jullie hartelijk danken voor dit bijzondere mooie gesprek. Dankjewel dat jullie mijn gast waren. En voor u, beste mensen, geniet ervan. En ga alsjeblieft kijken naar alles wat deze mensen voor elkaar hebben gebokst, zeg maar, in Lieshout. En ook samen natuurlijk in het kader van het 75-jarig bevrijdingsfeest. Graag tot ziens, tot de volgende keer. En ik hoop dat u genoten heeft. Aju, parabla.